Een hele goede middag. Welkom weer bij deze nieuwe video. Ik sta in onze zaak, want het is vandaag voor ons een werkendag. En als je het nu zo zou bekijken in onze zaak, zou je denken dat we het rustig hebben. Of rustig hebben eigenlijk gehad. Want iedereen is momenteel weg. Maar we hebben echt een hele drukke ochtend gehad. Best ook wel een drukke middag. En nu moeten we nog een heel deel nog bijwerken van afwas en al die dingetjes en zo. Deze is nu eventjes zo'n momentje zo tussen, zo tussen de lunches en de vier uurtjes eters. Dus dat is eigenlijk meestal het moment dat we best wel hard eigenlijk moeten voortwerken. Voor alles weer opnieuw klaar eigenlijk te krijgen. Alle afwas af te wassen. Al die dingetjes. En kijk, we hebben hier een spik splinter nieuwe kraan voor Jenno aan zijn toog. Kijk eens hier. Hey. Ja, de vorige die werkte gewoon niet meer zo goed. Die lekte zo telkens. En dat is natuurlijk niet echt zo echt evident. Plus uiteindelijk als die dan langer aanstond, dan kwam echt onze volledige... hier eigenlijk helemaal overal zo nog water zo nog eigenlijk te liggen en zo. En dat was ook gewoon niet echt evident en ook niet echt handig en ook niet echt milieuvriendelijk. Dus daarom dachten we, we gaan gewoon eigenlijk een nieuwe kraan plaatsen. Dan zijn we daar ook gewoon weer vanaf. Dat is ook weer terug in orde. En bij deze is dat dus ook gebeurd. Wat ben je aan het doen? De klok aan het terugzetten. Ah, dat had je dat een paar dagen geleden nog niet gedaan. Nee, de plom is net uitgevallen. Ah ja, dat ook nog. Dat hebben we net ook eigenlijk nog gehad. Dus onze elektriciteit, onze plom... Ze noemt dat echt zo, de plon? Ja, de plon is uitgevallen. De, ja, de elektriciteit. De elektriciteit. De elektra. Ja, die is daarnet dus uitgevallen. Dus ja, dat is daarnet toen we dus bezig waren. Nog eigenlijk is dat lang geleden. Vroeger gebeurde dat best wel vaak. En ik weet ook totaal helemaal niet waarom dat nu dat gebeurt eigenlijk is. Want er stond niet zo heel veel op het moment dat het eigenlijk gebeurde. Maar dat we gewoon constant best wel veel aan het vragen waren. Er is hier daarnet iemand buiten gegaan met zo'n haar. Dus volgens mij had hij de vingers in de stopcontact gestoken en de plom daarom uit. Nee. Het zal jij dat wel zijn geweest. Ik zie het. Al uw haren staan ook allemaal omhoog. Nee. Maar we hebben het snel terug kunnen terug aanzetten. En het is altijd grappig. Ik vind dat een grappig moment. Want als het de plom uitvalt, hebben we altijd nog noodverlichting. Ah ja. Op de rand. Ja. Dat geeft echt heel fel licht. Zoals wat feller dan het licht gewoon in de zaak. Het, ja. En als het plotseling heel, heel fel verlicht zo. Dus dat is eigenlijk wel... Nog een keer even een goede test om te kijken. Doet de noodverlichting het nog? Doet het nog. Ja. Dat is goed. Dat is waar. En als wij zo een bijwerkmomentje hebben... Wat? Bolletjes. En als wij zo een bijwerkmoment hebben, dan gaat eigenlijk... Dan moet echt alles even ook weer terug helemaal eigenlijk schoongemaakt worden. Dus moet er dus ook nog weer gestofzuigd worden. Want zeker na onze ontbijters liggen er vaak best wel heel wat eigenlijk kruimels in de zaak. En dat is gewoon niet zo heel fijn als je in de zaak komt en er liggen kruimels op de grond. Dus dat proberen we ook altijd zo goed mogelijk bij te werken. Hey, we zijn weer een paar uur verder. We zitten weer met een lege zaak. Net toen dat Junie nog gevlogd had, was dat ook het geval. Waar we aan bijwerken en we waren nog maar net. Dat is de stofzuiger uitgezet en ze kwamen hier binnen. Oh, hier staat er nog. Leeggoed. Je hebt zo mensen met de kuisziekte die het niet kunnen zien dat er een stofje ligt. Ik heb dat ook wel een beetje in mij, maar bij mij is dat dan zo met lege glazen op een tafel. Hè. Vanaf dat ik dat zie, dan moet dat van de baan. Hè. Allee, van de tafel, om beter gezegd. Dat is even een stormloop, maar nu zijn ze ook weer allemaal, dat is altijd zo, ze zijn allemaal weer tegelijkertijd weer weg. Boah, vinden we niet zo heel erg. Ik ken het wel zo van die programma's op tv, dat ze zeggen van, dit moet je kopen voor maar €5,95 en krijg er nog een gratis opvangbakje bij. Koop hem nu en bel 0900-345-298. Kijk, dus we gaan het even laten zien hoe je dat op een geweldige tijd kan verpletteren met deze geweldige snijmachine. Dat is een mandoline. Een mandoline, dames en heren. Ik heb hier nu gewoon nog een halve ajuin. Een gewone halve ajuin, dames en heren. Kijk eens daar. Kijk daar tussen dan. Hoplakee. En het zit erdoor, dames en heren. Kijk. Bedenk nu zelf wat voor tijd je allemaal had kunnen besparen als je deze machine nu al in huis had. Als je dat allemaal met je eigen mesje moet doen. En dat ajuin, dat zorgt natuurlijk voor heel veel tranen. En dan doen ze dat zo in zwart-wit beeld. Zo met zo'n vrouw die met tranen zit te snijden. En zo'n grote klok erachter dat de wijzers heel traag vooruit gaan. Oh my god, zeg.
Nou, kijk, dat doe je gewoon allemaal in een handomdraai met deze geweldige snijmachine. De mandoline. Mandoline. Ja, het zijn zo van die items. Je denkt er veel te laat altijd aan, hè. Jolien heeft dat eigenlijk nu maar pas in huis gehaald. Om dus haar geweldige kookkunsten nog sneller en nog beter te kunnen uitvoeren met deze geweldige mandoline. Eigenlijk kan je daar heel veel in doen, want ik kan er ook dus tomaten in snijden of paprika of van die dingetjes eigenlijk allemaal. Behalve wortels, dat werkt niet. Ik heb een thee gedronken die we niet verkopen in de zaak. En dan, daar hing zo een vraag aan. Ah ja. Wat heeft jou dit jaar in jouw leven veranderd? Oeh. Ja. En de vraag is dus, wat heeft jou veranderd? Mochten we nu 2021 zijn, zou ik zeggen de geboorte... De geboorte van Jules. Ah ja, natuurlijk. 2020 was corona, de start ervan. Ah, ja. Allee, corona, zegt ze. Ja. Ja, kijk Juleke, als je dit later in de video ziet, je weet wat aan mama je op welke plaats je zetten, hè? Maar eigenlijk is er mij al veranderd al vanaf 2020 toen ik zwanger was. Ja, nee, kom, dit jaar. Wat heeft jou in jouw leven veranderd? De mandoline. De mandoline, dames en heren! Ja. En mij ook, hè, onrechtstreeks. Want door die mandoline is Jolien nu ook veel sneller klaar met het eten. Kan ze meer tijd spenderen met ons. En is ze wat gelukkiger, hè, want ze moet niet meer snijden. Minder polspijn en dergelijke. Kijk, het heeft allemaal zijn voordelen. Het was een leuke werkdag vandaag. Echt waar. Allee, vanmorgen was het een beetje troubles. In de zin van, het ging allemaal een beetje trager dan voorzien. Want wat bijvoorbeeld een probleem was de zalm was niet geleverd. Dat is een groot probleem, want wij geven ontbijten met zalm op het vers belegbord. En de zalm was echt op. Dat is ook een vers product. Dat mag niet te lang in je koelkast liggen. Dus dat bestellen we echt... Ja, vers. Die was dus niet geleverd. En dan heb je een probleem natuurlijk. Dus dan ben ik naar de supermarkt gereden. En dan heb ik daar dan maar zalm gekocht. Want ja, we moesten echt zalm hebben. En dan hebben we het dan toch kunnen oplossen. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat we zijn gaan beginnen achterlopen. En vanaf dat je achter begint te lopen, dan is het even moeilijk. Ja, nee, maar als je bent achter te lopen, dan moet je echt wel nog sneller gaan lopen, waardoor je weer kan struikelen. Enfin, moet niet uitleggen, het was eventjes chaos deze ochtend. Maar ik hoop dat de klanten daar niks van gemerkt hebben. Het is uiteindelijk ook allemaal weer goed gekomen. Al vond ik wel dat voor sommige tafels duurde het wel langer dan normaal. Maar ik zeg het, ik heb dat ook al een keer hier gezegd, mensen komen naar hier voor het ontbijten en dan nemen die ook wel, calculeren die ook wel tijd in. Bijvoorbeeld op zondag gaat er hier niemand buiten voordat ze hier 2 uur aan tafel hebben gezeten. Omdat ze het gewoon waarschijnlijk de tijd daarvoor nemen, het gezellig hebben en zo. Terwijl ze eigenlijk al vroeger naar huis zouden kunnen gaan, want een ontbijt dat heb je op een 3 kwartier wel opgegeten. Maar mensen doen het graag rustig aan. En waarom niet eigenlijk, hè? En daarnet ook nog 2 gasten gehad in onze zaak. Het waren nog mensen die nog op middelbare school zaten. 2 meisjes. En zij kwamen een milkshake drinken. En een appelkaneelthee. En ze kenden ons van TikTok. Ze hadden ons al eens zien passeren. En ik heb dat nog even geplaatst, wanneer het dat was. Dat was al even geleden. En hebben we het even gehad over wat zij tegenwoordig graag gebruiken van apps. Niet van iets anders, apps. Dus wat volgens hun populair is enorm veel TikTok. Dat is echt wel number one. En op de 2e plaats Instagram. Facebook hoort daar niet meer bij. Ik vond dat wel interessant om te horen en eigenlijk makes sense. Ja. Ik ben 30 en de mensen van die 30 zijn en misschien ouder, die zijn als eerste social media Facebook leren kennen. De generatie die 15 jaar is, 16 jaar, nou ja, die leren dus op een andere... De belangrijkste app voor mij is Twitter. Ja, maar daarover gaat het toch anders niet? Anders ken ik jou helemaal niet. Maar nu haalt je er een heel ander verhaal bij. Hè? Het ging hem dus erover dat de mensen van nu bezig zijn vooral met TikTok en Instagram. Ik vroeg ook nog BeReal. Ja, zeggen ze, maar dat is minder. En Snapchat wordt ook veel gebruikt,
maar echt als een communicatiemiddel. Dus niet om hun grote idolen te volgen. Het kan daar ook wel op, maar het wordt niet zoveel gedaan. Ze gebruiken Snapchat. Mensen van 15 jaar gebruiken Snapchat om vooral met elkaar in contact te blijven. Dus daar moeten wij als Julien en Jenno, ons social media ding, ook niet echt op zitten, heb ik het gevoel. Dus ja. En YouTube, zeiden ze, dat gebruiken ze vooral om langer naar de creators te kijken. Hè. Dus op TikTok moet het liefst zo kort mogelijk zijn, zodat ze heel veel kanalen kunnen bekijken op een korte tijd. En dan moeten ze geen vlogs van 5 minuten hebben. Maar op YouTube mag het dan een keer wat langer duren. En daar zoeken ze ook vooral zaken op. Dus als ze iets niet weten of zo, ze weten niet hoe dan ze aan iets moeten beginnen, zoeken ze het op YouTube. Kijk, ik ben weer wat slimmer geworden. Ook al had je het ook misschien kunnen denken. Misschien hadden zij wel kunnen zeggen van ja, maar jongens, er is een nieuwe app op de wereld die wij met z'n allen gebruiken en dat de boomers nog niet van af weten. Dus daar zijn we nog veilig. Hè, dat had kunnen, hè, maar dat was dus niet het geval. Af en toe probeer ik mij zo een keer te mengen in een gesprek om een keer wat meer te weten over de leefwereld van de generatie die uiteindelijk van de wereld weer een better place gaan maken. Hè. Want zo is dat. Hè. Wij zijn nu de generatie aan het worden die begint gesetteld te geraken in de wereld die er is. En die jongere generatie, ja, die gaat weer iets moeten kneden en weer iets verder zetten. Hè. Hoe gek dat het ook mag klinken. Wij hebben met z'n allen in onze generatie ervoor gezorgd dat er veel meer digitalisering kwam en dergelijke. En we hebben dat echt beginnen doorzetten. Hè, wij komen dus van een tijd dat internet niet zo heel gebruikelijk was. Niet ieder gezin had dat. Wel ja, onze generatie heeft er eigenlijk mede voor gezorgd dat we dat meer zijn gaan gebruiken. En de generatie die nu komt, ja, die gaan misschien nog weer een stap verder of nog verder. Ja, weet je, daar is helemaal niks mis mee. Hè. Zo gaat dat in deze wereld. Wat vind jij daarvan? Er moeten nog rolletjes worden gemaakt, er moeten nog pakketjes worden gemaakt en jij blijft hier maar zagen in de kamer. Wat is voor jou jouw number one app? Ah, wel ja, ik zeg nog net. Nee, ik gebruik het nu tot aan de meer, maar Twitter. Je staat op en je opent deze app. Instagram. Toch Instagram. Allee, dan hoort je toch al een beetje bij de jongere generatie. En jij? Ja, ik zet er nog wel een keer Facebook op. Maar ik moet ook wel zeggen, Facebook begin ik steeds minder en minder leuk te vinden. Ik vind dat er steeds minder mensen aan het posten zijn. Ja, en als er geen mensen zitten op Facebook om te volgen, dan stopt het verhaal. Hè? Want daar is de basis. De basis, hè. Mensen elkaar... mensen die entertainen eigenlijk elkander, hè, op Facebook. En al, hey, ik ben eigenlijk zelf daar ook schuldig aan. Ik post ook quasi niks meer daarop. Ja. Maar voor ons cliënteel te bereiken, GOT, met onze klanten, daar zitten we wel nog op Facebook. Ja, met Julien en Jenno. En dat marcheert ook wel. En met Julien en Jenno eigenlijk ook wel. Maar ik denk dat number one toch wel Instagram is. Ja, ja. Ook bij GOT, hè, trouwens. Ja. Nee, GOT is Facebook, daar bereiken we meer mensen mee. Ja? We hebben ook eigenlijk meer volgers. Ja. Ah, ja, kijk, voilà. Ja. Het is zo, je hebt verschillende klasses precies. Hè? Leeftijdsklasses en het gebruik daarvan. Interessant. En van de zaak naar boven waar we wonen. Jules is nog wat tv aan het kijken. We hebben ook wat gespeeld al. Hij heeft met al zijn knuffels die hij heeft, die zitten er allemaal in dat huisje, heeft hij allemaal van de glijbaan laten gaan. En daarna allemaal op het treintje. En van het treintje naar het potje. En op potje zijn ze blijven zitten. En dan heb ik ze maar daarnet allemaal weer terug in het huisje gedaan. Want hij had geen zin meer om ze zelf nog in het huisje te steken. Omdat we dus eventjes nog hadden gezegd van we gaan even naar tv kijken. Dat vindt Jules heel erg leuk om naar tv nog eens te kijken. Niet de hele dag natuurlijk, maar zo af en toe nog een keer zo. En dat maakt hem eigenlijk ook wel een beetje rustig zo in de meeste gevallen. Zo Peppa Pig bijvoorbeeld, dat is zo'n programma waar hij wel graag naar kijkt. En dat gaat hij dus nu nog eventjes doen. En daarna wordt het weer baby bedtime. Morgen staat ons weer een drukke werkdag te wachten. Het is full house in onze zaak. Tegenwoordig is dat niet zo moeilijk natuurlijk. Want ja, we zitten niet meer met de grote capaciteit die we voorheen wel hadden. Als we het terras mee kunnen rekenen. En ook de veranda. In de zomer zit het gemakkelijk vol, maar dan heb je dus wel nog een verloop, hè, omdat je dus buiten nog hebt en zo. Al is dat ook niet altijd met het Belgisch weer even goed mogelijk dat je daarop kan rekenen, dus daarom houden we daar ook rekening mee. Maar nu in de winter, ja, zit je dus enkel met die binnencapaciteit, die is bij ons niet zo heel erg groot, maar het zit dus vol morgen. Ik vind het altijd een beetje eng.
ik heb het niet graag als mensen langskomen met honger. Want in mijn hoofd heb je dan honger als die bij ons komen. En om dan te zeggen van, sorry, we hebben geen plaats meer. Dan denk ik altijd van, oh, dat is eigenlijk echt niet leuk om te horen. En dat is eigenlijk echt niet leuk om te zeggen. Je moet daar zo een beetje empathie ook voor tonen natuurlijk. Ook al heb je het op dat moment heel erg druk. En ja, heb je dus geen tijd voor die mensen die dan langskomen. Dat is heel, ik vind dat een heel moeilijke zaak zo om te zeggen van, sorry, we hebben geen plaats meer. Ik geef ze ook altijd een kaartje mee. Dan zeg ik van, bel ons altijd eens op. Als je het nog eens opnieuw wilt doen, je mocht ons altijd nog bellen, ook nog op dezelfde dag, hetzelfde pak dat je nog niet zijn vertrokken vanuit thuis, belt even en dan kunnen we je gewoon direct zeggen of dat we nog plaats of niet hebben. Het liefst van al hebben we natuurlijk dat mensen op voorhand reserveren, een weekje op voorhand, twee weken op voorhand, sommige mensen bellen nu al voor volgend jaar. Dat ben je gewoon zeker van een plek, maar ja, af en toe beslis je ook zoiets last minute. Jij en ik doen dat eigenlijk ook wel vaak. We zijn daar schuldig aan. Maar we bellen wel altijd een keer. Dat komt omdat we zelf ook een zaak hebben. Dat we weten dat dat toch wel belangrijk is. In de meeste gevallen hebben we ook wel ergens een plekje, hoor. Zeker als het gaat over twee personen. Dus allez, moet u nu ook niet laten ontmoedigen om nooit meer op het spontane af ergens naartoe te gaan. Maar toch, ik vind het wel belangrijk dat iedereen die bij ons komt wel bediend kan worden. En ik vind dat zelf leuk. Ik vind dat voor die mensen leuk. Die mensen vinden dat waarschijnlijk ook wel leuk. Dus ja, ik stel mensen niet graag teleur. Daar komt het eigenlijk op neer. Morgen weer een nieuwe dag. Dus een drukke werkdag. Ik weet niet hoe dat we dat allemaal in beeld gaan kunnen brengen. Sowieso niet in het heet van de strijd. Dat gaan we niet kunnen doen. Maar misschien wel een beetje ervoor, een beetje erna. En we gaan je zeker laten weten hoe dat allemaal geweest is. Tot morgen.